Bij een schietpartij aan de Stuwstraat in het Haagse Laakkwartier is maandagochtend een vrouw zwaargewond geraakt. De politie heeft kort hierop een man opgepakt. Volgens een woordvoerder van de politie ligt de oorzaak van de schietpartij in de relatiesfeer. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het aantal overvallen op bedrijven en huizen in Den Haag is fors gedaald in de eerste twee maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de politie Haaglanden. Doordat er door de politie meer wordt geïnvesteerd in overvallen, neemt wel het aantal straatroven toe. Het gaat bij beide misdrijven dan ook vaak om dezelfde dadengroepen. Het Haagse bedrijf Aerial Take gaat toch niet naar Japan om luchtopnames te maken van de kerncentrale Fukushima. Volgens Aerial Take heeft de opdrachtgever aangegeven op zoek te gaan naar een lokaal bedrijf. Na de aardbeving en tsunami in Japan is de kerncentrale in Fukushima beschadigd geraakt. Daardoor komt de radioactieve straling vrij. Hayes de Heek heeft de derde wedstrijd in de finale serie Best of Seven om de landstitel gewonnen. In de Haagse Uithof werd Tilburg met 5-1 verslagen. Dinsdag gaat Hayes voor de vierde en mogelijk beslissende wedstrijd op bezoek bij Tilburg.